Je weet, we strijden hier iedere dag voor onze vrijheid. Alles wat ons is afgenomen, moeten we zo snel mogelijk terugkrijgen. En alleen wij kunnen het terugwinnen. Het wordt ons niet gegeven. Maar dit shirt, jongens, jullie reageren zo positief op. Ik vind het ons mooiste shirt. En het is niet alleen een shirt die we in de Jensen Shop hebben. We hebben ook een crewneck sweater, hooded sweater, longsleeve. We hebben een v-neck, we hebben een ronde hals voor dames en heren. Ga naar jensen.nl en je steunt ons enorm ermee. Hè? Koop je zo'n shirt, steun je het echte geluid. Kunnen wij blijven doen wat we doen. Hou je ons in de lucht. En je straalt uit dat je een vrijheidsstrijder bent. En je straalt uit dat er nooit meer een lockdown mag zijn. Ga naar jensen.nl. We have before us the opportunity to forge a new world order. The new world order. A new world order. Het is een need for new world order. En het gaat over nog iets anders. De multilaterale wereldorde. Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Nee joh Jensen. Zo zijn wij niet in ons landje. Je overdrijft. Er gaan echt geen drones overvliegen om ons als bevolking in de gaten te houden. Zo zijn we niet in ons kikkerlandje. Wij zijn van het poldermodel. Nee joh, stel, altijd die overdreven gedoe. Nee, kijk eens hoe goed we nog hebben. Dit gaat echt niet gebeuren. Drones, ben je nou gek geworden? Of een politieke correctheid dat je dingen niet meer kan zeggen op televisie, omdat je dan zeg maar onder druk van adverteerders je verhaal aan moet passen. Of onder druk van een aantal talentloze, hersenloze BN'ers die op Twitter iets roepen en dat dan mensen hun mond gesnoerd worden. Nee joh, wij in Nederland, wij vechten voor vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, demonstreren, Jensen, dat kan natuurlijk altijd. Dat wordt echt niet afgelast. Nee, we zijn wat dat betreft zijn wij gewoon een heel liberaal en een accepterend landje. Zo zijn we niet. Hou ze op en mensen bang maken. Dit gebeurt allemaal niet. Drones. Ben je gek geworden? Drones! In Nederland! Nee joh. En toch gebeurt het. En toen gebeurt het allemaal in ons landje. Drones. Rijksmuseum. Dit is de afgelopen dagen gespot door een medewerker van de Jensen Show. Foto genomen. Daar staat het hoor. Een klein bordje wordt opgehangen of neergezet. En er staat attentie. Drone operatie actief. Toestel bevindt zich mogelijk in de lucht. Let op en houd afstand. Drones vliegen op het Rijksmuseum hier in Amsterdam. En die houden de gaten. En daarvoor ook. Weet je, mensen op het gras zitten en dat soort dingen. Drones, houden ons in de gaten. 1,5 meter afstand moeten we houden. En die 1,5 meter afstand, is dat niet ongelooflijk, dames en heren? Dat de wetenschappelijke onderbouwing, dat die zo minimaal is. Maar natuurlijk de maatschappelijke invloed en de menselijke invloed, wat dit met mensen doet, wat dit met ons doet, wat dit ons implant, en wat dit ons probeert te hersenspoelen en in onze hersenen probeert te pompen, is dat wij zeg maar gevaarlijk zijn voor elkaar. Wij zijn het virus, de mensen zijn het virus geworden. En daar moet je op 1,5 meter van elkaar blijven staan. Je moet die mensen wantrouwen, als het ware. En in plaats van dat de overheid nou zoiets zegt van, nou jongens, dat is niet zo goed, dit is niet bewezen en dit is zo'n draconische maatregel. Laten we het zo snel mogelijk, mee kappen. Is dit de regel die ze koste wat het kost erin willen blijven houden? Dus er komt weer versoepeling. Nou, dit mag weer, dat mag weer, dat mag weer. Wat mij betreft gewoon allemaal 3 maanden te laat. Maar goed, jullie weten mijn positie vanaf dag 1 hierover. Dus dan krijg je allemaal, versoepeling wordt erover. Versoepeling. Maar die 1,5 meter, wat eigenlijk toch echt misschien wel de meest draconische maatregel is. Naast het opsluiten van ons natuurlijk. Hè, maar dat ze daar niet heel snel van afgaan, zou iedereen moeten beangstigen. En hier moeten we natuurlijk ook gewoon tegen strijden. En ik heb het al eerder gezegd. Vanaf dag 1. Ik blijf mezelf herhalen wat dat betreft. Moment dat je rechten van de mens of macht
laat afpakken die je gewoon hebt als mens. En je geeft het aan de overheid, krijg je dat niet zomaar terug. Sterker nog, je krijgt het waarschijnlijk nooit meer terug. Dat moet je zelf terugnemen. En een van de belangrijkste dingen, en dat zie je ook, en daarom vond ik het protest zo geweldig, dat het zoveel mensen, goede mensen daarop afkwamen afgelopen zondag, ondanks het feit dat het verboden was. Ik heb niet gezegd van dat je er naartoe moet gaan, maar ik liet het aan de mensen. En je ziet, heel veel mensen hebben zoiets van, ze gaan veel te ver allemaal. En we kunnen, dit is ons recht en we pakken het terug. En dat zie je op heel veel dingen ook. Hè? Als je gewoon kijkt op straat tegenwoordig. En die anderhalve meter mensen voelen gewoon, dit klopt niet. En dit is draconisch. En wij kunnen hier zelf wel mee omgang vinden. Wij weten wel hoe we moeten omgaan met dit virus. Die verantwoordelijkheid nemen we zelf weer terug. In plaats van dat opgedragen wordt. Alsof we in een of andere land leven met een overheid en een fascistische structuur, waar we altijd naar gekeken hebben met, dit is afgrijzelijk. Mensen worden niet in hun waarde gelaten. Mensen worden hun rechten ontnomen. En mensen voelen dat hier ook aan de hand is en mensen pakken het terug. En dat zie je allemaal. Je ziet de zelfverzekerdheid er ook in en een soort van, mij kan je niet meer bullshit hierover. Maar het feit dat het toch gebeurt, drones, overal. En de politieke correctheid, waar ik 2 jaar geleden ben ik hier vol mee begonnen met dit allemaal. Daar ben ik begonnen eerst op die ouderwetse televisie. Heb ik voor de laatste keer een programma gemaakt op de ouderwetse televisie. Toen ik eraan begon, wist ik dat al. Want ik wist, dit geluid mag helemaal niet meer in de westerse wereld, in de mainstream media. Maar ik heb het toch gedaan. Ik heb het op de buis gekregen. Al heel snel had RTL zoiets van, jeetje, wat is dit? Dit had ik niet verwacht. Maar ik heb het toch gedaan. En ik heb het een mooie, weet ik veel, 40, 50 afleveringen gedaan. Toen zijn we ermee gestopt. En dat was geen verrassing natuurlijk voor mij. Toen zijn we nu op deze manier verder gegaan. Maar ik heb vanaf dag 1 was mijn intentie om te laten zien dat politieke correctheid alles zal slopen. Dat gecombineerd met identiteitspolitiek. Zeg maar, iedereen een label geven. Jij bent dit, jij bent dat, jij bent dat. En dan zogenaamd het altijd willen opnemen voor de homo, voor de hetero. Goed, voor de homo, voor de vrouw, voor de moslim, voor de donkere mensen, voor de Latino, voor de Chinezen, voor de Aziatisch. Iedereen een label geven. En dan tegelijkertijd iedereen dan uit elkaar spelen. Omdat je mensen in een hokje duwt. Het is identiteitspolitiek. En dit is allemaal wat er aan de hand is. En toen werd ook al tegen mij gezegd, joh, die politieke correctheid, kijk naar wat je in Nederland hebt. Mogen we toch zeggen wat we willen en dat soort dingen. Stel je niet zo aan, Jensen. Maar de politieke correctheid was ook, dit is ook Amsterdam. Ongelooflijk. Dit is aan de Herengracht volgens mij. Daar zijn ze aan het verbouwen. En moet je kijken wat hier staat voor een hele grote banner. Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht. Wordt het niet eens tijd voor een damesgracht? Jongens, je kan het toch zo gek. Dit is Kei en Steffels. Nou, als ik mijn huis ooit ga verkopen, dan niet bij deze gasten. Wat een stelletje idioten. Een damesgracht. En denken jullie nou echt dat de meerderheid van de vrouwen zoiets hebben van, nou, dat is inderdaad wel waar. We moeten inderdaad gewoon nu ook een damesgracht hebben. Dat is fair en dat is eerlijk. En ondanks het feit, omdat die paar mensen die dat wel zo voelen en die ons constant tegen elkaar uit willen spelen, want dat gebeurt ook tussen de man en vrouw, hè, enorm. Die werken natuurlijk bij de NRC of zo, weet je, dat zijn deze vrouwen. Nou, dat is inderdaad fair en het is tijd nu eens voor die damesgracht. Dit is ongelooflijk. Mannen hebben er zo'n zoutje van gemaakt. We typen het op. En dan lijkt het net alsof alle vrouwen het hiermee eens zijn. En dat is niet zo. Dat is niet zo, dat blijf ik zeggen. Gewoon omdat die perceptie gecreëerd wordt door de media. Ze stralen uit, deze politieke activisten, die onze maatschappij en onze westerse maatschappij gewoon, dat kunnen we nu concluderen, kapot willen maken. Met een klein groepje anarchisten altijd opbouwen alsof het de meerderheid is. Of het nou is, weet je, dat wij zo'n racistische maatschappij zijn, het Westen. Dat Amerika zo verschrikkelijk is. Zo racistisch. Het is een minderheid die dat denkt. Geloof me. Het is zelfs onder de zwarte bevolking in Amerika is het een minderheid. De meesten willen gewoon door. En die zien de progressie die er gemaakt wordt constant. En die willen op een positieve manier door.
Hoe kan je in vredesnaam zeggen, laat ik het eens even over Amerika. Hoe kan je nou in vredesnaam zeggen dat Amerika gewoon systematisch, systemisch, hoe je het ook wil noemen, racistisch is? Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. We hebben 8 jaar een zwarte president van Amerika gehad. De grootste muzieksterren zijn Jay-Z en Beyoncé. De grootste filmsterren zijn Will Smith en Denzel Washington. Het zijn de best betaalde mensen in Hollywood. Alle sportsterren, of bijna alle sporters, alle basketballers. Kijk naar hoe iedereen gebroken was toen Kobe Bryant overleed. De basketballer. En dat, die worden bewierookt ook, deze mensen. En de grootste tv-ster, een miljardair is ze geworden met die troep wat ze gemaakt heeft met de dikke reet, Oprah Winfrey. Ze is miljardair geworden. En ook zij zit maar constant het zweertje op te kloppen. Hoe racistisch het dan is. Ze is miljardair geworden. En waarom, en dit moet een keer gezegd worden ook aan Nederlanders die er misschien toch nog intrappen. Waarom zeg ik dat het niet systemisch is en niet systematisch is in Amerika? Omdat de zwarte, donkere bevolking van Amerika is 13%. 13%. En ik heb je net het lijstje gegeven van publieke figuren die alleen maar zo groot hebben kunnen worden. Niet zozeer de sportsterren, want dat is natuurlijk gewoon echt talent. Hè? Fysiek talent, atletisch talent. Maar als je kijkt naar een Oprah Winfrey. Oprah Winfrey had nooit zo'n grote tv-ster kunnen worden met alleen die 13% van de donkere bevolking in Amerika. Barack Obama was nooit president geworden met alleen 13% van de donkere bevolking. Dus wie hebben deze mensen zo groot gemaakt? Wie hebben deze mensen gesteund? Wie heeft Barack Obama president van Amerika gemaakt? De blanke bevolking in Amerika. Hoe kan Oprah Winfrey zoveel miljoenen kijkers voegen met die troep? Sorry, ik wil de journalistiek in tegenblijven, maar het ontglipte me even. Ik zal het niet meer doen. Dus dat wijf met die dikke reet Oprah. Nee. Dus die. Ja, maar het is ook zoiets. Zij is nu. Dat is zo'n hebberige vrouw, hè? Ik vind het verschrikkelijk. Zij is nu ook de spokesmodel voor Weight Watchers. Ze heeft heel veel aandelen gekocht. Dus deze vrouw die gejojo'd heeft de hele leven. Blijft maar advies geven over diëten. En blijft er maar miljoenen mee verdienen. En ze gaat van groot naar dun, van groot naar dun. Het maakt niet uit. Alleen het is zo hypocriet van deze vrouw allemaal. Maar goed. Oprah Winfrey had nooit al die miljoenen kijkers kunnen trekken. Ze had nooit miljardair geworden. Alleen die 13%. Dus het was wederom de blanke bevolking vond Oprah zo fantastisch. En vond het inspirerend. Vond het geweldig. En zo kan ik maar door en door en door gaan. Maar waarom hebben we dan dat idee dat het zo is? Omdat een kleine groep wordt door de media groot neergezet alsof het de meerderheid is. En het is het nooit. Er is nu uitgekomen dat in Amerika, en het is niet anders als je ziet wie er stonden op de Dam in Amsterdam. De grootste supporters van Black Lives Matter, die het echt aan de gang houden, is voor het grootste gedeelte, 90% werd gezegd, is blanke, jonge, millennial meisjes. Of vrouwen. Sorry, is misschien ook politiek incorrect, want genderneutraal kan ook natuurlijk. Maar dus het is 90% van blanken die millennials, allemaal studenten vaak, weet je, allemaal gestudeerd of studeren nog steeds, die het idee hebben dat het allemaal zo racistisch is. En die steunen het financieel, organisatorisch. En je ziet het ook, hè? Je ziet het ook op de Dam. Dat is de kerndoelgroep. En die zijn zo gehersenspoeld in de universiteiten dat we allemaal zo racistisch zijn. Ik las vandaag dat er een Johan Cruijffstraat komt. Ik denk, je kan erop wachten dat iemand wakker wordt en zegt van, oh, weer een blanke man, weer een straat vernoemd naar een blanke man. Je kan erop wachten. En deze mensen zijn zo gehersenspoeld, die zijn er zo van overtuigd dat wij allemaal zo racistisch zijn. En nogmaals, ik blijf erbij, dat is ook het type van die leeftijd die tegenwoordig bij de krant zo die dingen typt. Zo'n bril op. En het is zo erg dat nu die politieke correctheid, wat zo'n verslaving is voor sommige mensen. Hè? En dan heb ik het tegen jou, Arie Boomsma. Dan heb ik het ook tegen mini-graafje van schimmelpiemel tot schimmelpiemel. Die zijn zo verslaafd aan dat politiek correcte uitstralen. En ook altijd willen vragen om het hoofd van mensen. En dat zie je dus nu als het gaat over Veronica Insight.
Dus Arie Boomsma, die creëert dat sfeertje van Johan Derksen is een racist. En die gasten zijn racistisch. En die zegt daadwerkelijk en wordt gesteund door graaf Sander van Schimmel, Piemel, die Lilliputter. Die worden gesteund daardoor dat de adverteerders zich moeten terugtrekken en dat soort dingen. En wat zie je nou het resultaat? Veronica Inside, it's over. Het is voorbij. Het laatste programma in de mainstream media waar nog wat politiek incorrecte dingen gezegd werden, maar gewoon ook waar grappen gemaakt worden, waarvan je kan denken van, het laatste programma wat er nog was, is nu de mond gesnoerd. Het is game over. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. En dat komt door Arie Boomsma. En dat komt door al die politieke correcte, ongetalenteerde nep-BN'ers. Die dan in eerste instantie een verslavende, een soort van, het moet een heroïne-kick zijn of zo. Om mensen maar constant met dat vingertje van dit moet gebeuren. En jij bent slecht bezig. En waardoor ze zichzelf goed gaan voelen. En dan gaan ze dus ook nog eens een keertje vragen. En dan proberen ze je business te slopen. Hè. Je monddood moet je gemaakt worden. En je mag niks meer, je mag geen geld meer verdienen. Want dat is in essentie, als je als Arie Boomsma vraagt of zegt en stelt dat de adverteerders zich terug moeten trekken. En hij lobbyt er ook voor. En je ziet dat ze het doen. Die slapjanussen van Albert Heijn. Die slapjanussen van Nike. Of wat was het nog meer? Wat was nou die andere grote adverteerder die zich teruggetrokken had? Gillette. Oh ja, Gillette weer. Hij krijgt het voor elkaar. En dan ziet hij het resultaat nu. En dan denkt hij, ja, dat is toch eigenlijk ook wel wat te ver gegaan. Dus wat zegt hij nu? Johan Derksen is geen racist. Heeft hij toch spijt? En minigraafjes van Schimmelpiemel tot Lilliputter, die trekt ook zijn keutel nu in. Terwijl die eerst constant geroepen heeft dat het allemaal te ver gaat en dat het racistisch is en dat soort dingen. Maar nu zie je het resultaat. Het laatste beetje spanning of het laatste beetje ander geluid is nu verdwenen van de mainstream media. En dat is ook, Van der Gijp zegt hetzelfde. Hij is woedend op Gené. En ik zal je vertellen over Wilfred Gené. Dit is het type mens. Wilfred Gené is het type mens dat overleeft in Hilversum. Weet je waarom? De man heeft nul ruggengraat. Het maakt hem geen reet uit wat hij moet doen. Deze ongetwijfeld vroeger gepeste slemiel is zo blij met zijn tv-baantje dat hij doet er alles voor. Hij verneukt iedereen die hij moet verneuken om maar op die buis te blijven. En dat kan ook in dit geval dus de twee mensen die eigenlijk zijn carrière gemaakt hebben. Omdat je ziet dat hij op zichzelf niks kan. Het is een waardeloze radiomaker. Het is een zeer, zeer middelmatige talkshow host. Niks overleeft als hij iets in zijn eentje doet. Hij heeft het allemaal te danken aan deze twee gasten, Van der Gijp en Derksen. En wat doet deze TV Hilversumse media? Ik wil zeggen rat, maar een slang is een beter woord. Wat doet deze slang? Hij verneukt de mensen die het allemaal voor hem gecreëerd hebben. Alleen maar om te overleven. Deze mensen, ik ken ze beter dan die mensen zichzelf kennen. Ik heb zo lang tussen die mensen, met die mensen geleefd in die showbizwereld daar in Hilversum. Ik vind het zijn afgrijzelijke mensen. De mensen vragen wel eens aan mij van, spreek je nog wel eens iemand in die, ben je nog wel eens begriend met de media? Luister, ik ben het nooit geweest. Ik wilde er niks mee te maken hebben met die mensen. En ik ben zo blij dat ik niks tegenwoordig meer met ze te maken heb. En ik zal ook nooit meer teruggaan in die wereld. Deze mensen doen alles aan om op tv te blijven. En dat heeft Gené gedaan. Die voelt het. Oh, mijn god, we gaan de politiek correcte kant in. De adverteerders en dat soort dingen. Dus wat doet hij? Eerst de beste kant. Speelt hij de bal? Zet hij Van der Gijp en Derksen neer als duivels? En hij zelf als de verlichte woke engel? Zodat hij zijn baantje kan blijven houden. Dit is een type jongen. Maar dat zeg ik dus. Die overleven in Hilversum. Heb je ruggengraat? Heb je zoiets van tot hier en niet verder? Dan red je het niet. Dit zijn doodenge figuren. Verwerpelijke mensen. En dat zag je wat gebeurde afgelopen maandag in Veronica Inside. En dat betekent dus dat Gijp nu zegt, dit komt nooit meer goed.
En Johan Derksen zegt ook, wat mij betreft is het gewoon nu voorbij. Ik ga stoppen met de televisie. En laat ik eens wat zeggen tegen Van der Gijp en Derksen in deze. Stop daarmee. Stop daarmee. Jongens, jullie verdienen genoeg geld. Jullie hebben genoeg geld. Overigens even een, als media-expert. Deze mensen zijn de slechtste onderhandelaars aller tijden in Hilversum. Deze mensen hebben een programma. En het draait alleen maar om Derksen en Van der Gijp. Die Gené, die lift mee. Hè? Of die maakt eigenlijk gebruik. Want dat zijn slangen. En die maken gebruik. Dus die kunnen hun salaris dan een beetje oppimpen. En een beetje meegaan in die perceptie. Van dat hij zo belangrijk is voor die show. Terwijl je kan echt een gedresseerde aap kan je er neerzetten. En die doet het. Het programma is net zo leuk. Dat komt door die twee gasten. Dat die twee gasten houden gewoon al zo'n lange tijd. Eerst bij RTL. Één zender in de lucht. Dat is niks anders. Net zoals bij Veronica nu. En wat verdienen die gasten? Natuurlijk, het is veel geld. 4 ton of zo is overal duidelijk te zien. 4 ton, nou, is veel geld. Die gasten zijn de slechtste onderhandelaars ooit. Die worden uitgelachen door de zenderbazen. Want die gasten zijn echt 2 miljoen euro per jaar zijn die waard. Omdat die zoveel geld verdienen. Ze houden een hele zender draaiende. En ik moet altijd zo lachen. Dus zeggen, oh, zoveel geld verdienen ze, weet je wel. Het is niks vergeleken bij wat er binnenkomt. Maar het betekent gewoon dat ze niet begrijpen hoe dat spel echt zit. En ze zijn hele slechte onderhandelaars. Maar los daarvan verdienen ze genoeg geld. En hebben ze genoeg geld. En Derksen geeft niet zoveel uit. Van der Gijp ook niet. Maar stop ermee. Er is genoeg te doen buiten die mainstream media. Jullie kunnen nooit meer zeggen wat jullie tot op heden wel hebben gedaan. De geest is uit de fles. Ze gaan tegen je zeggen misschien omdat ze je willen houden. Ik zeg net hoeveel geld deze mensen genereren al. En ze kunnen best wel wat adverteren. Zolang maar niet iedereen afhaakt. Je weet natuurlijk, Bavaria die zal ook onder druk staan. Om terug te trekken, die sponsoring. En je wil niet in zo'n sfeer zitten. Wat moet gebeuren is, als begin zelf iets. Misschien in eerste instantie verdien je veel minder geld. Ik bedoel, ik heb laten zien dat het kan. Tuurlijk, het is niet upfront money. Misschien moet je mensen vragen om de steun. Maar doe het daarmee. Maak er het beste van. Maar je bent vrij. En zelfs in de wereld waar wij nu zitten, dat zie je ook. Met alle social media platforms is het knokken ook nog voor je vrijheid van meningsuiting. Maar het is nog steeds een hoop vrijer. Dan de mainstream media. De mainstream media, ik zeg het vaak, het is de meest gecensureerde mediavorm ter wereld. En je ziet Facebook, Google, het gaat ook allemaal die kant op. Maar je kan ook je eigen site, net zoals wij. Ik doe mijn show op mijn eigen site. En ik zet het wel op alle platforms, maar de basis is mijn site. En dat ga ik altijd doen. Als die beslist me eraf te halen, ik heb mijn site. En ik verzin altijd wel plekken om het te doen. Zo is de wereld. Zo is de wereld van de vrijheid. Word je ergens beperkt, ga je het ergens anders zoeken. En dat moeten jullie ook doen. Dat moeten jullie ook doen. En weet je wat het namelijk is? Hiermee straf je de mainstream media zo enorm. Deze slimielen, de schimmelpiemels, de Arie Boomsma's. Als die de macht hebben om de toon en de content te creëren op de mainstream media, loopt iedereen ervan weg. Het heeft nog een paar jaar. Maar we hebben het nu ook gezien in tijden van de coronacrisis. Denk je dat die nieuwsmedia niet klap op klap nu gekregen heeft? Nu mensen echt zien wat hier aan de hand is en wat hier gebeurd is. Denk je echt dat die credibility die al helemaal aan het dalen was, niet nog verder gedaald is? En combineer dat dan eens met de meest tuttige, politiek correcte content en serietjes en knikkershows en nog maar weer een talentenjacht en dat soort dingen. Dan stort het en flikkert het helemaal in elkaar. En haken heel veel mensen af van die mainstream media. En dat is de straf die ze verdienen. En die adverteerders die kunnen dan hun troep niet meer kwijt op de mainstream media en moeten op andere manieren dat dan zoeken. Maar dan ben jij op zijn minst in charge. Net zoals ik zeg, Gillette is geboycott van de Jensen Show. Ook al komen ze met 10 miljoen. Ze kunnen die razors, ze kunnen die scheerapparaten in hun reet steken. Ze komen er bij mij niet in. Maar dat is vrijheid. En dat raad ik aan Gijp en Derksen te doen. Want als je daar weer met die Gené gaat zitten,
zij weet... Kijk, ik ken ook Derksen, ken ik. Ik ken Van der Gijp. Derksen heeft ook iets van de slang in zich. Want hij is ook van de generatie, hij is 70 plus. TV is het allerbelangrijkste en dat soort dingen. Maar hij... Johan, je bent nu boven de 70. Toon die ruggengraat. Straf ze af, deze mensen. En ga zeker nooit meer werken met een gené. Of ga net zo lang door, maar verander niet. En hij zegt zelf al, en dat begrijp ik ook, die druk is zo groot op een gegeven moment. En zeker die commerciële druk ook. Want ook die gasten in die liegen tegen je. De programmadirecteuren liegen tegen je. De zenderbazen liegen tegen je. Nee joh, je kan gewoon zeggen wat je wil. Nee, wacht maar. Het wordt namelijk niet beter. Het wordt alleen maar erger. En I love it. Want ik zie van de buitenkant, ik zie die business steeds meer zo gaan. Ik zie ze steeds meer iets uitstralen wat waar de meerderheid niet in gelooft. En dat zie je aan teruglopende kijkcijfers. En je ziet het ook echt, want ik zie nog steeds de kijkers. Wie kijkt nou nog naar tv? Dan zie je op 1, 700.000 kijkers. Boze, 600.000 kijkers. En dan kijk ik wie er kijkt. De gemiddelde leeftijd is echt tussen de 60 en 80. De gemiddelde leeftijd van al die programma's. Jongere mensen kijken niet meer. Krijgen nog wat dingetjes mee, maar het is er niet meer. Het is er niet meer. Dus we hebben hier gezien wat er verschrikkelijk is aan de media. Het politiek correcte. Waar we nu ook achter komen, wat ik ook al zo'n lange tijd roep, en zeker in deze tijd van corona. Dat is dat het stonk vanaf dag 1 al hoe gecoördineerd het was. De boodschap naar buiten toe, hè? Vanaf dag 1. Dat was opeens een moment en toen werden we allemaal in een soort van angstsituatie geplaatst. Want corona, het killervirus, we gaan er allemaal aan dood. Het is verschrikkelijk allemaal. Hoe vaak hebben wij ons hier niet op zitten winnen dat er nooit, en tot op de dag van vandaag gebeurt het ook nog veel te weinig, dat er geen kritische vragen gesteld worden. Wij hebben hier vanaf dag 1 kritisch naar de cijfers gekeken. Gewoon omdat het een overheidsinstelling is, of zelfs een niet overheid instelling zoals de World Health Organization, wat gewoon eigendom is van Bill Gates, dat is de grootste donateur. Nee Jens, je zit fout. Amerika is nummer 1. Nee, want Amerika betaalt niet meer. Dus wie is dan de grootste donateur? Dat is Bill Gates. Gewoon een individu is eigenaar van de World Health Organization. Dat moet je kritiek op hebben. Dat moet je niet zomaar volgen. Als je jezelf journalist noemt. Maar waarom is dat toch gebeurd? Waarom is het gewoon klakkeloos allemaal overgenomen? Terwijl het voor de wakkere mensen of de mensen die nog helder konden kijken in die situatie die gecreëerd is van er is brand, de wereld is in paniek, maar die nog goed konden kijken naar wat er echt aan de hand was, was het overduidelijk. Maar wat is er dus gebeurd? NRC Handelsblad, interview met alle hoofdredacteuren van de kranten. Paul Jansen van de Telegraaf, die heel veel uit te leggen heeft. En ook die Hans Nijenhuis van het AD. De twee grootste angstzaaiers van Nederland. En die hebben letterlijk bloed op hun handen. Vind ik echt. En die moeten uitleggen. Maar langzaam krabbelen ze zo terug. Hè? En ze proberen ook een verhaal te creëren. Van waarom ze er zo hard in zijn gegaan. Paul Jansen zegt dat hij van de overheid gehoord heeft. Regering heeft de Telegraaf. Heeft de hoofdredacteur Paul Jansen. Hij zegt het zelf. Hij zegt het vandaag zelf. Opdracht gekregen. Laat RIVM een beetje heel. Vanuit de regering. Het staat er. Hij heeft het gezegd. Paul Jansen. NRC Handelsblad. En ze proberen allemaal excuses nu te vinden. De headline van het NRC-artikel is ook: corona heeft ook ons overspoeld. Met andere woorden, wij wisten het ook niet. Maar waarom is dan de reactie om mensen zo bang mogelijk te maken? Het is opdracht vanuit de regering geweest. Neem gewoon precies over wat hier gezegd wordt. En ik weet niet wat van andere dreigementen er zijn geweest. En ze hebben het allemaal gevolgd. Dat is het erge. Je zou er tegenin moeten gaan als krant. Maar dus met andere woorden, de credibility van die gasten, het is weg. Het zal nooit meer terugkomen. De schade is mega groot. Hetzelfde geldt voor die mainstream media. Als je niet eens meer een grap kan maken en dit gebeurt, en je laat je onder druk zetten door Arie Boomsma, die hier ook nog wel klappen van zou kunnen krijgen. Hè? Want hij heeft sportscholen. Wat als ik nou ga zeggen tegen het publiek: jongens, als je lid bent van een sportschool van Arie Boomsma, zeg je lidmaatschap op.
Waarom zegt Derksen dat niet? Waarom zegt Van der Gijp dat niet? Maar ik zal je zeggen, ik bedoel, ik doe die oproep niet, want ik hou daar helemaal niet van op het zo mensen op de. Maar ik denk wel dat heel veel mensen zoiets hebben van, die gaan dit exact doen. Arie Booms en zijn sportscholen, ik moet nog maar zien of het er over een jaar nog bestaat. Want dit is niet wat de meerderheid denkt, Arie Boomsma. En je ziet nu, als je aan iemand anders zijn handel komt, als je daadwerkelijk mensen kapot probeert te maken, financieel, karma, je krijgt hem terug, die boemerang. Hetzelfde met al die hoofdredacteuren. Vanaf dag 1 niet kritisch geweest. En tot op de dag van vandaag zijn ze het nog steeds niet. Die boemerang, die komt terug. Maar wat het erge is, dat het nog steeds gebeurt. En wanneer houden ze daar nou mee op? Om constant te praten over die coronabesmettingen. Meer besmettingen erbij. Een besmetting zegt niks. Als je heel veel test wat mensen aan het doen zijn. Zeker in Amerika. In Amerika, die hele media staat op zijn kop. Meer besmettingen in Texas. Ja, maar je moet kijken naar het dodenaantal. Het gaat maar naar beneden. Dus met andere woorden, dat sterftepercentage is zo minimaal laag. Je hoeft niet meer thuis te zitten. Je kan alles weer opengooien. Maar de media wil naar een tweede golf. Die wil naar een tweede lockdown. En in Nederland gebeurt dat ook. Weet je nog, afgelopen dagen, Duitsland, het gaat weer omhoog. Allemaal dat cijfer, weet je, dat percentage. Truth, lies and statistics. Who cares wat het is? Nou, vandaag, het is weer naar beneden gegaan. Maar ze blijven negeren. Ik blijf er aan. 83 miljoen Duitsers. Nog geen 9000 kajonen doden. En er is iets gebeurd. Dus iedereen wordt natuurlijk ook afgestraft als je er tegenin gaat. Zeker als publiek persoon. En één iemand die dat gedaan heeft, is de tennisser Novak Djokovic. Oh Hans, Novak Djokovic heeft ook corona. Hans, ontsmet de tennisrackets, Hans. Hans, je gaat niet tennissen. Nee Hans, je gaat niet Djokovic heeft corona. Dus... Novak Djokovic, die organiseert een tennistoernooi. Djokovic is ook vrij uitgesproken dat hij, dat is heel uniek. En daar wordt hij natuurlijk afgerekend door de farmaceutische industrie en de handlangers in de media. En dat hij tegen verplichte vaccinaties is en dat soort dingen. Maar hij is een tennistoernooi gaan organiseren waar dat mag, weet je, in deze corona-tijd. In Servië en een paar andere, volgens mij ook Kroatië. En hij had een paar toptennissers meegekregen. En daar hadden ze een exhibition tournament gemaakt. En het publiek zat allemaal vol, want het was gewoon weer ouderwets. Op zich heeft hij niks verkeerd gedaan, dus wettelijk mag het allemaal. Maar wat gebeurt er natuurlijk? Ja, er wordt wel verplicht dat er constant voor corona getest wordt. En dus eerst viel die tennisser Grigor Dimitrov... Een ijdeltuit. Een paar keer ontmoet. Ijdeltuit. Maar goed, die vond het natuurlijk mooi. Die had corona. Die had zijn mondkapje had hij dan op zo'n Instagram. Weet je wel. Ik heb corona. En toen een andere tennisser, Borna Coric uit Kroatië. En die had gewoon een bericht. Maar die zei letterlijk erbij. Ik heb geen symptomen. Ik heb nergens last van. Maar ik ben toch positief getest voor corona. Wat gebeurt er nu? Djokovic is ook positief getest voor corona. Maar heeft geen symptomen, heeft helemaal niks, nergens last van. Er zijn nog meer mensen en zijn vrouw ook besmet, geraakt. Dus de test, je hebt corona, maar nul last, nergens last van. Zijn volgens mij zijn fitnesscoach ook nergens last van. Andere mensen ook, positief, nergens last van. Waarom is de focus daar niet op? Dat, oké, test, maar je hebt nergens last van, je bent ook niet ziek. En de World Health Organization heeft echt daadwerkelijk letterlijk gezegd, hè, dat hebben we asymptomisch, dus als je positief test, maar je hebt geen symptomen, dan is het niet, je kan, minimaal, de verspreidingsrisico is gewoon minimaal, dus je hoeft je geen zorgen om te maken. En je weet, ik ben wat dat betreft, ik ben echt geen expert, maar ik heb genoeg gelezen en je kan het overal vinden en iedere viroloog zal het zeggen. Wij als mens hebben volgens mij, wat is het? Ik zeg altijd tientallen, maar dan zeggen, corrigeren virologen mij of experts mij, het zijn er honderden, misschien wel duizenden. We hebben duizenden virussen altijd in ons. Alleen soms komt er iets en dan overheerst het en dan voel je ziek. Maar we dealen, ons lichaam deelt met allemaal bacteriën en misschien zijn we allemaal wat bacteriën. Ik weet het niet, de experts zeggen, kunnen je het beter vertellen dan ik. Maar één ding is, we zijn niet clean en dan opeens komt er een virus. Nee, er zit heel veel in ons. Maar we hebben een immuunsysteem gekregen. En dat gebruiken we ook. Maar
Dus ik vind het nog steeds goed dat deel tennis doen. Want ik vind dan komen we in een andere fase terecht. Van sowieso, hoe werken die testen? En wat is dat nou? Als de World Health Organization zegt, asymptomisch kan je niet verspreiden. Nou, deze mensen zijn positief getest, maar hebben helemaal geen last. Iets klopt ook dan weer niet aan het verhaal. En onderzoek het. Maar nee hoor, waar zit de media nog steeds op? Avond en avond, de besmetting, het gaat toch weer omhoog. Tweede golf. Jongens, als we hier in deze verhaallijn blijven hangen, krijgen we onze vrijheid nooit terug. En dat is zo belangrijk. Vechten voor onze vrijheid. Morgen zijn we niet, vrijdag weer wel. Wees geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Mabbat en strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.